Bij WCD hebben we 3 W-vragen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag het kosten? En in die laatste categorie val ik. Ik help de organisatie met het stukje wat mag het kosten. En wat mij verrast bij het waterschap is dat we best wel veel doen voor de burgers. Zoals behalve de dijken en ook voldoende en schoon water onderhouden we bijvoorbeeld de wegen en de fietspaden. Nou, dit is de Rotterdamse weg in Ridderkerk. Hier hebben wij vorig jaar de weg afgemaakt, een nieuwe verkeersinstallatie gemaakt en nieuwe lichtmasten geplaatst. Ja, we gingen dat vorig jaar afronden en op het laatst kwam er toch nog een stukje financiële ruimte tekort. En ik heb meegekeken hoe we dat toch konden financieren, zodat het project afgemaakt kon worden in de herfstvakantie. Team Inkoop is voornamelijk verantwoordelijk voor het begeleiden van Europese aanbestedingen. De uitdagingen zijn voornamelijk alle nieuwe doelen die we hebben. Dus bijvoorbeeld duurzaamheid, social return. We proberen te innoveren eigenlijk in wat we doen. Het stimuleren van de lokale economie. En er zijn heel veel dingen die daarbij komen kijken. WCD is een hele leuke werkgever. Zorg goed voor de medewerkers. De collega's zijn leuk. De sfeer is informeel. Dus ik zit hier helemaal op mijn plek.